De leiding van de verschillende ziekenhuizen in Suriname zouden ondanks code zwart toch wel beter moeten communiceren met families van patiënten. Dat is wat Anita Houthakker aangeeft nadat zij een geval heeft meegemaakt met een tante van haar die vanuit de dak van het Wanica ziekenhuis naar beneden is gesprongen. Pas nadat de familie belde om te vragen hoe het met deze mevrouw in kwestie, mevrouw Houthakker, gaat, werd hen medegedeeld dat de mevrouw wederom is afgevoerd naar het academisch ziekenhuis en wel in deze spoedeisende hulp voor behandeling omdat deze mevrouw zou zijn gevallen. De familie is op nader onderzoek uitgegaan en het is toen gebleken dat zij van het dak van het ziekenhuis is gesprongen. Mevrouw Anita Houthakker vertelt aan TBN Prime Alert wat de familie de afgelopen dagen, de afgelopen periode heeft meegemaakt. Donderdag is ze ziek geworden of ze was ziek. Door dat ze niet goed eet, is ze een beetje achteruit gegaan. En hebben we samen, mijn tante en ik en een dochter, hebben haar naar de specialist gebracht bij het psychiatrisch centrum, want daar is ze bekend. Want ze kreeg psychische klachten. We hebben haar naar daar gebracht en die arts is de huisarts. Hij heeft beweerd, ze kunnen haar niet opnemen, dus we moeten met haar gaan naar EHBO AZ. We zijn naar daar gegaan, want van de dochter is ze zwak. Ze ziet er zwak uit. We hebben haar naar AZ gebracht, ze hebben haar gekeken of bekeken. Ze hebben infuus voor haar aangebracht. Ze hebben meerdere dingen voor haar gedaan. En we hebben gevraagd, blijft ze hier liggen? De dochter, een Chinese dochter, die zei me van nee. Ja, ze blijft hier bij AZ, bij de IC. Ik heb er gezegd van oké. Dus ze gaat niet van hier, want Wanica ziekenhuis, we hebben als familie nare ervaringen met Wanica ziekenhuis. Ze zegt van oké. Ik heb mijn nichtje der nummer is daar gegeven, opname. We zijn weggegaan. Dat is donderdag. Vrijdag heeft mijn nichtje gebeld omtrent de moeder. Ze hebben aangegeven, het gaat prima. Vrijdagavond, zo tegen 12 uur, is ze gebeld geworden door AZ van je mag je moeder komen halen. Toen gaf ze aan van ik heb geen vervoer op dit moment, dus dan is het morgenochtend als het kan. Oké. De dag daarna, dat is zaterdagochtend, heeft ze naar AZ gebeld van hoe gaat het met mijn moeder? Toen hebben ze er aangegeven van we hebben je moeder naar Wanica ziekenhuis vervoerd. Maar voorheen is ze gevallen. Dus van dat bed van AZ. Hoe of wat, ik weet het niet. Ik heb de arts gevraagd, wat is er precies met mevrouw Houthakker? Ze zegt van, ze heeft bloedstolsel op de longen. Ze heeft corona, want dat heeft de resultaat uitgewezen. Vandaar dat we er niet meer zaterdagochtend naar huis hebben gestuurd. Dus ze hebben er opgenomen. Ze zegt van, oké, ze heeft corona. We mogen niet dichtbij gaan, want ik weet het. Ze hebben me daar in ICI gewezen, door een lokje. Ik mocht kijken, ik heb gekeken. Heb ik de dokter gevraagd van, maar mocht er wat zijn, kijk, ik zet mijn nummer nog erbij. Dan kunt u bellen met de familie. Prima, ik heb mijn nummer bij de opnameafdeling gegeven. Ik heb gezien, ze hebben het geschreven met een potlood. Ik heb goed gekeken. We zijn weggegaan als familie. De zondagochtend belt mijn nichtje van, hoe gaat het met mevrouw Houthakker? Nee, mevrouw Houthakker is niet hier bij ons AZ. Waar is mijn moeder? Ze is afgevoerd naar Wanica ziekenhuis. We schrokken, want we hebben helemaal geen telefoon gehad van AZ. Oké, mijn nichtje is naar Wanica ziekenhuis gaan.
Ze mocht niet naar binnen. Ze is buiten gebleven. Ze heeft gevraagd van, maar hoe kan ik mijn moeder zien? Kan ik mijn moeder via een raam of zo zien? Ze zeggen van, nee. Mijn nichtje had spullen gebracht. Ze is nieuwe kleren gaan kopen. Toiletpapier, een stress, een BH, een onderbroeken. En kleine dingen wat ze kan eten. Ze heeft ze aan een zuster gegeven. Ze lag op de derde kamer, denk ik. Derde kamer. Ze is weggegaan. Zondagochtend wordt ze gebeld van... Nee, ze heeft zondagochtend gebeld. Hoe gaat het met mijn moeder? Nee, je moeder is niet meer bij de Wanica ziekenhuis. Ze is nu op AZ. Maar hoe komt mijn moeder weer daar bij AZ? Ze is gevallen. Hoe is mijn moeder weer gevallen? Want dit is de derde keer dat ze is gevallen. Ze heeft naar huis gebeld. We zijn naar daar toe gegaan. Mijn moeder en nog een paar anderen. We zijn AZ gegaan. Ik mag niet jokken. We hebben netjes gevraagd, netjes aangemeld. Maar we mochten één voor één naar binnen. Ik ben als eerste naar binnen gegaan. Ik ben de oudste van een kleinkind in het gezin. Ik ben naar binnen gegaan. En ik heb weer gevraagd, mag ik die dokter spreken waarmee ik had gesproken? Een Chinese dokter. Die was er niet. Een dokter Ram, familienaam verder weet ik niet, ik hoor Ram, heeft me te woord gestaan, want ze hebben gezegd van hij is nu bezig met mevrouw Houthakker. Ik heb met die zekere dokter Ram gesproken, heel netjes behandeld, ik mag niet klagen, netjes te woord gestaan. Ik heb hem vragen gesteld, heeft me geantwoord. Ik heb gevraagd, maar hoe komt mevrouw Houthakker naar hier? Want ik had gevraagd, ze hadden me gezegd van ze blijft hier. Maar hoe is het gegaan dat ze helemaal naar Wanica ziekenhuis is beland? Want AZ ontvangt ook COVID-patiënten, maar ze is naar Wanica ziekenhuis gegaan. Waarom hebben jullie de familie niet op de hoogte gezet? Want er moet gecommuniceerd worden tussen de dochter en de familie. Daar is het een goede samenwerking. Heeft me mooi netjes uitgelegd van zijn collega van Wanica ziekenhuis. Hebben hem gebeld van we brengen een patiënt voor je. Ze is gesprongen. Zaterdagmiddag. Dus niet meer gevallen, gesprongen nu. Gesprongen. Ze was op AZ gevallen van dat bed denk ik. Of de dochter gaf aan dat ze naar de badkamer zou gaan, is ze gevallen. Doordat ze proppen op de longen heeft, dus misschien is het door die stolling valt ze. Er pompt geen bloed naar de hersen, naar de hart. Dat heeft die arts me uitgelegd. Ik heb eens gestemd van oké, is goed wat u me zegt, dat neem ik aan. Zondag, toen mijn tante is gesprongen, voordat ze is gesprongen, dus zaterdagavond, in de middaguren was mijn nichtje weer naar Wanica ziekenhuis gaan. En daar kon men haar niet te woord staan. Ze heeft gevraagd om met haar moeder te praten of haar moeder te zien. Ze zeggen van, die moeder gaat tekeer. Ze heeft begrepen, ze heeft open oor daarvoor gegeven. Ze heeft die spullen overhandigd en ze is weggegaan. In de avonduren heb ik begrepen van iemand dat het koel gaat, maar alleen krijgt ze aanvallen. Ze gaat tekeer. Ze hebben er in een kamer opgesloten. Wat voor kamer, ik weet het niet. Ik ben niet daar gegaan. Ze hebben er opgesloten. Toen ze er hebben opgesloten, zei die persoon tegen me, het gaat goed met haar. We hebben dat aangenomen. Tegen 9 uur heb ik met die persoon gesproken. Tegen 2 uur in de ochtenduren, zondag op maandag. Zondag op maandag. Is ze gesprongen. Ik heb bewezen, mijn nichtje is vandaag daar gegaan. Ze heeft gevraagd, ze zegt, mensen hebben er gewezen, je kan niet bij namen noemen, want ik wil niet dat iemand broodeloos komt te staan door ik te doen. Dus ik ga geen namen noemen. Ze hebben er gewezen waar ze is gegaan en hoe ze is gesprongen. Maar wat gaat ons verstand te boven? Hoe komt ze uit die kamer dat opgesloten was? Al ga je die persoon medicamenten geven,
Je weet of je ziet dat die persoon tekeer gaat. Je gaat die deur achter je sluiten. Je gaat even eruit. Misschien is ze vergeten. Het kan. Maar als ze is vergeten en dat ding is gebeurd, dien je met de familie te communiceren van dit is met jouw familielid gebeurd, dit is gebeurd. Maar niks daarvan hebben ze doorgegeven. Mijn nichtje is gebeld, of toen mijn nichtje gebeld heeft, hebben ze er gezegd van, je moeder is van eerste etage of eerste dingen gesprongen. Ik ben eraf gegaan van een balkon of een ziekenhuisbalkon. Heeft altijd een omheining, hè? Want nadat ik die foto heb gezien, heb ik die omheining gezien. Die persoon beweert voor mij dat mijn tante heeft gerend. Een persoon die zwak is, naar binnen is gebracht. Ze is met, infuus aangebracht. Hoe kan ze rennen? Heeft ze die infuus weggetrokken? Is ze gerend? Een COVID-patiënt, ik had al COVID gekregen. Een COVID-patiënt kan van hier niet naar daar rennen. Nog lopen. Je wordt moe. Ik zeg dit uit mijn eigen ervaring. Toen ik het had gekregen, kon ik van mijn bed niet naar mijn badkamer gaan. Je wordt moe. En hoe kan zo iemand rennen? Zijn we nou gek geworden? Of... We hebben niet voor een arts gestudeerd, maar het kleine verstand wat je hebt, kan je redeneren van nee, het klopt niet. Dus vandaar dat ik de pers heb geroepen om ons te helpen om te onderzoeken wat er gaande is of wat er gebeurd is. De heup, ik heb de dokter gevraagd van AZ, de heup is gebroken, de been, ze heeft een beenfractuur opgelopen. Ze zegt, wanneer ze bijkomt, zegt ze van... Mijn rug doet me pijn, mijn been doet me pijn, mijn achterhoofd doet me pijn. Als het ware is ze op de rug gevallen. Ik weet niet hoe, ik was niet daar. Maar het belangrijkste is communicatie. En dat is mis, helemaal mis. Ze kunnen het druk hebben, ik begrijp het, wat code zwart zegt men. Wat code zwart is, weet ik niet. Vandaag ben ik naar AZ gaan om met de arts te praten van AZ. Ik kon niemand krijgen, want ik kon niet naar binnen gaan. Ik begrijp ze volkomen, corona heerst. Maar desnoods bel je of je belt de familie, want ons nummer is daar. Belt ons, tot nu toe is ze niet geopereerd. Ze ligt nog met die gebroken been of gebroken rug of heup, weet ik veel wat gebroken is. Maar de arts had me gezegd van, die been is gebroken. Die arts had me gezegd van misschien zondag, want die arts die operatie moet doen is boven. Misschien is het zondagavond gaan ze die operatie verrichten. Zo niet, maandagochtend. Code zwart, dus er kan geen operatie gedaan worden. Alleen voor cito gevallen kunnen naar binnen gaan. En die ene die met gebroken been daar ligt, is dat geen cito geval? Moet ze daar liggen met die gebroken been? Met pijn of verbrijzeld, weet ik veel wat daar binnen is gebeurd. Ik weet het niet. En wij als familie, het doet ons pijn. En in het kader van hoor wederhoor hebben wij dan ook een telefonisch onderhoud gehad met directeur van Genderen van het Wanica ziekenhuis, die als volgt wilde reageren op de kwestie houthakker. Ik was dus wel op de hoogte gesteld van het geval. Die mevrouw die is gesprongen is een psychiatrisch patiënt, hè? En dus toen dat geval zich had voorgedaan, hebben wij dus gelijk de patiënt overgebracht naar het AZP IHBO voor verdere behandeling. Ik moet even checken wat de familie eigenlijk bedoelt met er is niet goed gecommuniceerd. Wat de familie bedoelt, wat ze me heeft gezegd, is dat het ziekenhuis nooit naar de familie heeft gebeld om aan te geven dat er zoiets is gebeurd. Oh, dat zich heeft afgespeeld, vind ik het een zeer kwalijke zaak. Ik kan, kunt u mij de ruimte geven om dat even te onderzoeken? Want wij kunnen altijd nagaan in onze logboek om te kijken of er is gebeld met de familie, of er contact is gemaakt. Dat kunnen we wel doen. Ja. Kunt u mij de ruimte geven om dat na te trekken? Dan...
Ja, dan wil ik het wel even onderzoeken. Okay. Maar de familie zelf kan ook altijd contact met mij maken. En zodat ik ze verder kan ontvangen en het dan hier even met ze bespreek. Want ik hoor dit nu pas van... Ja, waar de familie ook vraagtekens achter plaatst, is het feit dat er aan hun is aangegeven dat die mevrouw in kwestie, vanwege haar psychische toestand, dat die mevrouw was afgesloten of opgesloten in een ruimte, in een kamer. Dus de familie vraagt zich af, als ze was opgesloten, hoe kan ze dan... Ik ga u daar even onderbreken. We hebben vaker psychiatrische patiënten hier gehad, hoe vanwege het feit dat het PCS eigenlijk dus vol zit en ook daar COVID positief is. Deze mevrouw had dus, is een zorgpatiënt. En een zorgpatiënt die voor een bepaalde unit aan. Helaas is een van zo'n unit op de eerste etage van het ziekenhuis. Dus boven. Ja. En dus we waren verplicht, als wij deze vrouw van kwalitatieve zorg moesten voorzien, moesten we haar op de unit opnemen. We hebben dus haar niet vastgebonden aan het bed. We hebben de deur ook niet afgesloten. Dat is ook niet mogelijk, want de deuren gaan binnen open. Ik heb geen zorg op een unit. Dus we gaan van binnen open. Dus wat is gebeurd? Er is een bepaald moment geweest waarbij deze vrouw onopgemerkt uit de kamer is gegaan. Hoe is nog deze raakte? En dus is gesprongen. Toch? En snap ook dat we dus hier met een volle bezetting zitten. En dat we de patiënten eigenlijk alles aan doen om de patiënten te helpen. Dus het kan onbewaakt moment zijn geweest dat deze vrouw dus naar buiten is geglipt. Ja. Dus hier zelf, weet je wat het moeilijkste was, meneer Lennis? Ja. Ik vroeg al hier zelf andere patiënten lastig gevallen. Snap u? Dus wij hebben dus toch nog geprobeerd om haar in feite die zorg te kunnen geven. Want we konden even goed zeggen van, we nemen geen psychiatrische patiënten op. Kijk, ik wil er alles aan doen. Ik snap de familie. Wij hebben ook heel veel medelijden met de patiënten hier. We willen de familie heel graag te woord staan waar het is misgegaan. Het kan. Als wij ergens in gebreken zijn gebleven, willen we het gaan corrigeren. Toch? Nee. Ja, dus ik snap niet waarom ze dan gelijk naar de media stappen en niet eens met ons proberen in dialoog te treden. Dat vind ik eigenlijk niet erg. Misschien is het... Nee. Zij geeft aan, ik bedoel, ik ken de mensen niet, maar is wat ze mij aangeven, is dat ze daar zijn geweest en duidelijk hebben aangegeven dat zij die mevrouw in kwestie, mevrouw Houthakker, willen zien. Hen is medegedeeld dat vanwege code zwart nu families geen patiënten meer mogen bezoeken. Nee. So. Dat mag niet. Dat mag al vanaf het begin van dat we COVID-patiënten opnemen in maart. Mogen patiënten geen bezoek krijgen? U snapt dat we dus daarmee eigenlijk ook de familie beschermen. Snap u? Ja. Dus er mag geen bezoek alleen voor terminale patiënten. Dus patiënten die het niet meer halen op de IC of noem maar op. Wordt er dus wel een mogelijkheid bedacht waarbij patiënten in met beschermende kleding of familie mag gaan bezoeken. Dat is het. Er is ook maar één persoon, er wordt afgestemd, weet je, om de veiligheid te garanderen. Dus gewoon bezoek mag niet. Dat doen we al maanden niet in het ziekenhuis. En ik denk ook in any ander ziekenhuis die COVID-patiënten opvangt. Maar ik wil graag de familie spreken, of dus waar wij in feite in gebreken zijn gebleven, als dat het geval mag zijn, willen wij kijken hoe wij dat recht kunnen trekken. Oh, want we zijn een organisatie die natuurlijk, we zijn transparant in ons beleid en willen dus natuurlijk ook ieder helpen en tevreden stellen, maar helaas ga je dat niet altijd kunnen doen.